Hier komt de reservering binnen. Wat voor ons ontzettend belangrijk is, is dat de gast zoveel mogelijk keuze en de mogelijkheid geeft om zelf te reserveren. Dus men kan op de eigen site thuis achter de pc kan ze live hier real-time een tafel boeken. Dan kunnen ze een voorkeur aangeven met hoeveel personen eventueel voorkeur hebben, opmerkingen dat ze een bepaalde voedselintolerantie hebben of wat dan ook. Wat heel erg belangrijk is, is dat het systeem automatisch rekening houdt met het feit dat de weersvoorspelling voor de volgende de komende dagen. Bijvoorbeeld ik bestel een tafel voor aankomende zondag. En de weersvoorspelling bij Nostradamus zegt van nou, we denken dat het wat minder weer wordt. Dus we zullen minder terras hebben. We hebben een groot terras achter met meer ruim 350 zitplaatsen. Dus vandaar dat het belangrijk is dat we vooral op dagen dat het weer heel erg op zijn Nederlands verandert, zeg maar, dat we daarop in kunnen spelen. Bij Nostradamus hebben we door middel van de prognoses, heeft hij een voorspelling aan van hoeveel gasten dat hij in principe verwacht. En daar kunnen wij op anticiperen. Het belangrijkste daarbij is dat we heel duidelijk kunnen inschalen van hoeveel mensen dat we op het rooster hebben. Dat is eigenlijk de prioriteit. Het belangrijkste is in ieder geval dat we deze tools gebruiken om de productiviteit zo optimaal mogelijk te houden. De bestelling is net met Tim opgenomen. Wordt hier zichtbaar in de keuken. Het grote voordeel hier is dat we op verschillende locaties werken, waar de salades gemaakt worden, waar de soepen gemaakt worden. Dat het systeem automatisch in de gaten houdt van oké, ik kan nu aan dat gerecht beginnen, ik kan nu aan dat gerecht beginnen. Van tevoren hebben we tijden aangegeven, hoe lang duren bepaalde gerechten. Waardoor het systeem automatisch zegt van je kunt nu hier met pannenkoek beginnen eventueel. Je kunt even wachten, je kunt nu daar met salade beginnen, daar moet ik op soep beginnen. Om ervoor te zorgen dat alles uiteindelijk tegelijkertijd en warm op tafel komt. We zijn nu hier in de saladehoek. De gerechten, als die als voorgerecht gemaakt worden, die worden als eerste hier kenbaar gemaakt. De hoofdgerechten blijven in de tim op hol staan. Met als gevolg dat de mensen niet met allerlei informatie bestookt worden die op dit moment niet relevant zijn. Dus we moeten dus nu gewoon maken wat er op het scherm staat. Nu staan deze gerechten erop, die worden hier nu gemaakt. En die worden naar de tafel toegebracht. Als die eenmaal klaar zijn, de gerechten worden uitgehaald, pakt de wijkloper een timmetje opnieuw en die stuurt de hoofdgerechten door. En pas dan komen ze in de keuken op het scherm te staan. De voorgerechten zijn genuttigd en de wijkloper geeft middel van tim aan dat de hoofdgerechten mee kunnen. Die komen dan hier op het scherm in, het expo-scherm. En op het expo-scherm kan het duidelijk te zien zijn welke gerechten dat dan mee kunnen. Op het moment dat ze mee kunnen, koeken wij het gerecht en gaan in de machine. Op het moment dat het klaar is, wordt het gebumpt. Het bumpen, deze knop hier, betekent dat op een gegeven moment de gerechten eruit komen. Dan krijgen we hier, gaan we hier naar het expo-scherm toe. Van de prepschermen achter de machines komen we uiteindelijk hier aan bij de Express. De Express geeft aan op een gegeven moment het scherm, dat het expo-scherm geeft aan wanneer de pannenkoek klaar is. Hij komt er zo dadelijk uit. De meiden die hier de pannenkoeken afmaken, we zien precies van welke pannenkoeken dat er in principe onderweg zijn en welke pannenkoeken dat er klaar zijn. De pannenkoeken komen eruit en ik bump hem en ik loop met de pannenkoek weg. We hebben ook voor de dranken hebben wij aparte schermen hangen hier achter de bar. Ze zijn qua uiterlijk identiek. Het zijn wel degelijk verschillende schermen. Dit is een prepscherm en dat is een expo-scherm. Aan deze kant worden alle drankjes gemaakt en aan die kant worden de drankjes gebumpt op het moment dat ze hier klaarstaan en meegenomen kunnen worden. De expressers die ook net pannenkoeken wegbrachten, hebben hier een aantal expressers aanlopen in drukke tijden en die bumpen dan de gemaakte drankjes weg. Via het allo-systeem hebben de gasten betaald en daardoor is uiteindelijk de cirkel rond.